Onze minister van Economische Zaken, de heer Huismans, bezocht deze dagen het hoogovenbedrijf te IJmuiden, waar de walserij voor zware platen in gebruik werd genomen. De gehele installatie was door de Duitsers naar de Heimat overgebracht. De Nederlanders zijn zo vrij geweest haar weer terug te halen. De platte blokken die van de staalfabriek komen en die ieder 3000 kilo wegen, worden met elektromagneten naar de ovens gevoerd, waarin ze tot 1250 graden Celsius verhit worden. In de walserij wordt in een zogenaamde duo-wals het verhitte blok meermalen tussen de walsen doorgevoerd. Op het blokoppervlak wordt met grote kracht water gespoten om het in de oven ontstaande oxied te verwijderen. Het blok is nu voorgewalst en in deze wals tenslotte wordt er door eenzelfde bewerking tot een 16 meter lange plaat afgewalst. Aan onze Nederlandse industrie is een zeer belangrijk bedrijf toegevoegd. Een bedrijf dat vooral aan de scheepsbouw ten goede zal komen.